Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer. Welkom op deze zaterdag na als woensdag. En vandaag zullen wij nog met het woord van God mediteren. En vandaag profeet Jesaja, die gaat ook ons wakker terugkomen in deze wichtige dagen tijd met de profetieën die hij heeft gekregen van God. Die spreekt over de dienaar, maar die spreekt ook over de houding die God van het volk van God, de houding die God verwacht van zijn uitverkoren volk. Dus blijf trouw aan de methode van Lectio Divina en wij zullen het boek Jesaja mediteren, maar ook andere boeken en passages die ons helpen. Die zullen ons helpen om diep te gaan in het mysterie van deze liturgische tijd. Uit profeet Jesaja, zo spreekt God de Heer, wanneer Hij uit uw midden de onderdrukking verwijdert en de dreigenden vingers en de kwaadsprekerij, wanneer Hij uw hart wordt hongerig opent en de mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de duisternis, dan wordt uw nacht als de middag, dan zal de Heer u blijven geleiden, hij zal u in dorre streken verzadigen, en aan uw gebinden zal hij kracht geven. Als een gesproeiende tuin zult hij dan worden, als een bron waarvan het water nooit wegblijft. Dan bouwt hij de oude ruïnes weer op en herstelt hij de fundamenten van vroeger. De bresendichter zal men u noemen, degene die weer leven brengt in de straten. Wanneer hij op de Sabbat geen reis meer onderneemt en op mijn heilige berg niet langer uw voordeel najaagt, wanneer hij de Sabbat uw vreugde noemt en de heilige dag van de Heer eerbiedigt, wanneer hij die dag in ere houdt, door niet uw zaken na te gaan en niet uw voordeel te zoeken en geen handel te drijven, dan zult gij vreugde vinden in de Heer. Dan vuur ik u alle bergen van de aarde over en laat ik u genieten van het erfdeel van Jacob, uw vader. Waarlijk, door de mond van de Heer is dit woord gesproken. Woord van de Heer. Wij danken God. Dan zal uw licht in de duisternis stralen. Dan zal uw nacht als de middag worden. Wanneer dat gebeurt in ons leven, is wanneer wij de verdrukking verwijt, de dreigende vingers en de kwaadsprekerij verwijderen. Wat God voor ons vraagt in deze tijd is een persoonlijke bekering te beleven. Niet de anderen bekeren, maar wij zelf. Over wie hebben wij macht om te veranderen, om te bekeren? Wij zelf, op onszelf. De anderen, ja, ieder heeft zijn weg, zijn tijd en zijn relatie met God. Voor de anderen mogen wij bieden, steunen, goed raden geven als zij toelaten en als zij dat aanwaarden. Maar op onszelf, onze houding,
onze manier van spreken, van denken, van leven, ja, op onszelf hebben we macht om te veranderen. En soms is dingen die heel moeilijk is in onszelf om te veranderen, maar wij hebben de hulp van de genade van God. We hebben het gebed. We hebben de storting van de Heilige Geest. We zijn niet alleen als wij hem aanroepen, als wij willen. En ook de vers vanaf vers 12 en 13 horen wij over het Sabbat. Het Sabbat als vreugde, de dag des Heren als een heilige dag. Niet meer een reis ondernemen, niet meer voor onze zaken zorgen. Dus een dag om de dingen van de Heer te eren, voor de Heer te leven. Op een zondag naar de mis gaan, bijvoorbeeld. Bidden, lezen. Het woord van God delen in ons gezin, bidden als gezin, aan tafel zitten, als familie blijven, spelen met de kinderen, tijd voor jouw echtpaar. Dus echt een dag vol van toewijding als kinderen van God. En daar vol van gebed, vol van eerbied voor de dingen die heilig zijn. Familie, kinderen, relatie, vriendschappen. Dus deze dag te beleven en eerbiedig te hebben voor de dag dat God heeft gemaakt voor ons, zodat wij ook een dag kunnen hebben om meer met Hem te zijn. Hem die is in het gebed. Hem die is in de Eucharistie. Hem die is in de aanbidding. Hem die is in de mensen voor wie wij lief hebben. De dag des Heren in ere houden. En ook de dag des Heren beleven met een zuiver hart. Een hart die hem zoekt. Psalm 86. Aanhoor mijn gebed hier en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijft het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Hij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mij bidden. Geef acht op mijn smekende stem. Uit het Heilige Evangelie volgens Lucas. In die tijd, bij het tolhuis gekomen, richtte Jezus zijn blik op een tollenaar die daar zat, op een zekere Levi. Hij zei tot hem: Volg mij. De man stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi nu bood hem in zijn huis een groot feestmaal aan, waarbij onder andere talrijk tollenaars met hen aanlagen. De Farizeeën, met name de schriftgeleerden onder hen, morden daarover tegen zijn leerlingen. Waarom, zeiden ze, eet en drinkt hij met tollenaars en zondaars? Maar Jezus nam het woord en sprak: Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, opdat zij zich bekeren. Woord van de Heer, wij danken God.
Ja, de Heer Jezus Christus roept Levi, Matthäus. En hij vraagt voor hem niks. Hij vraagt niks voor hem. Hij zei één zin, volg mij. Deze radicale zin, volg mij. En onmiddellijk stond Levi op en volgde hem. Levi was een tollenaar, dus zijn zonde was bekend bij iedereen. Hij was een rover door de belastingen. En de Joodse volk was boos op hem, met reden. Hij was een rover, een dief. Want door de belastingen had hij altijd meer van wat hij moest hebben om aan de Romeinen te geven. Maar hij heeft alles. Hij heeft alles voor de Heer. Zijn leven, zijn huis, een maaltijd. En zondaars waren bij deze maaltijd. Maar ook de schriftgeleerden. Ze waren ook aanwezig. En dus hebben zij gezien. In deze zin van Jezus Christus. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Als God ons roept, het betekent niet dat wij heilig zijn. Dat wij perfect zijn, volmaakt zijn. Integendeel, zijn wij zondaars. Zijn wij zondaars. Maken wij fouten. Kwetsen wij elkaar met houdingen, laten, spreken, denken. Maar de Heer komt als deze geneesmiddel, als deze dokter die wilt ons genezen, helen, eenmaken. Jezus Christus is gekomen voor de zondaars, voor ik en voor u. En wij zijn nu gekomen deze vierde dagen tijd om onze fouten, onze tekortingen, onze gebrekingen te erkennen. Als wij niet erkennen onze zonden, onze fouten, zijn wij perfect in onze ogen, volmaakt in onze ogen, maar dan zullen wij nooit de barmhartigheid van de Heer ervaren. Wat Hij vraagt voor ons is niet volmaakt te zijn, toch volmaakt in de heiligheid wel, maar niet volmaakt als onze menselijke gedachten. Maar Hij roept ons op om van leven te veranderen en zijn barmhartigheid, zijn aanwezigheid te ervaren. Hij is bereid om ons te vormen, om ons te leiden, om ons te genezen. Maar als wij niet herkennen dat wij Hem nodig hebben, zijn barmhartigheid, zijn genezing, omdat wij fouten maken, dan zullen wij nooit, nooit, nooit deze liefde ervaren. Dus laat ons vandaag door de voorspraak van Matthäus, deze tollenaar van Levi, deze dag beleven en deze erkenning doen. Ja, Heer, ik maak fout. Ik maak fout. Ik ben een zondaar, een zondares. Maar kom mee ongeloof te hulp. Kom mee om te genezen. Kom tot mij. En de Heer gaat zeker met zijn genade u, ik, wij ontmoeten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
nu in het uur van onze dood. Amen.